bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer bij jullie terug met een nieuwe kerstcollectie. iHot Revolution is uitgekomen met een collectie in samenwerking met de film Elf. Wie kent deze film? Hij is al wel van een tijd geleden. Hij is uitgebracht op 18 december 2003. Steek even je hand op als je die film hebt gezien. Ik heb hem destijds gezien, dus ik steek mijn hand op. Iedereen, steek gewoon nu je hand op als je die film hebt gezien. En als je de film nog niet hebt gezien, ik raad hem zeker aan. Die film is echt hilarisch. Ik zou hem echt zeker kijken. In de hoofdrol zit Will Ferrell. Dat is een hele bekende comedian acteur. En iHot Revolution is dus uitgekomen met een prachtige collectie in samenwerking met deze film. Fun fact, er zou ook een deel 2 komen, maar Will Ferrell heeft $25 miljoen voor deze film afgewezen, omdat hij ervan is overtuigd dat de film niet zo goed zou worden als deel 1. Nou, als je echt 25 miljoen afwijst, dan heb je echt al genoeg geld. Maar goed, toen ik deze collectie zag, ik dacht echt, ik ga hem gelijk bestellen. En dat is ook gewoon wat ik heb gedaan. Het is best wel een grote collectie met make-up en accessoires. En we gaan het gewoon vandaag testen. Dus laten we gewoon snel beginnen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Jongens, deze collectie ziet er zo cute uit. Kijk even al deze verpakkingen. Het is een beetje roze en groen. Dus vandaar mijn roze achtergrond en mijn groene trui. Ik ben zo benieuwd naar de kwaliteit, want ik heb vaker iHot Revolution collecties getest. En vooral qua oogschaduw is het niet altijd het beste. Dus ik hoop dat deze collectie gewoon echt heel goed gaat zijn. En ik niet mijn geld heb verspild. Ik heb de collectie besteld bij Pussy Shop. En ik zal beneden in de beschrijving plaatsen wat ik allemaal vandaag heb gebruikt. Wat ik niet heb gekocht zijn de accessoires. Want ja, die hoef ik gewoon niet. En de kwasten set ook niet, want ik heb genoeg kwasten. Voor de rest heb ik van elke categorie minimaal 1 ding gekocht. Laten we beginnen met deze lipset. Dit is de iHot Revolution X11 Smiling My Favorite Lip Care Duo. Dit is dus een lipset met een lipscrub en een lipbalm. Ik heb altijd droge lippen, dus ik scrub altijd mijn lip en heb een balmpje op. Dat heb ik nou ook, maar die ga ik eraf halen en dan ga ik dit proberen. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik vind het qua lipscrub altijd belangrijk dat hij best wel ruw is, want ik wil echt dat hij mijn lippenveldjes losmaakt. En qua lipbalm vind ik het belangrijk dat hij gewoon echt goed hydrateert. Nou, ze zien er echt allebei heel cute uit. Zo'n mooie chroomgroene verpakking. Oh, en de hele collectie is vegan en cruelty free. Nou, laat ik even mijn haar naar achteren doen. Oké, ik ga beginnen met de lipscrub. Dat is deze. Oeh, hij is zo rozig. Hij ruikt naar helemaal niks. Ik vind de kleuren van de verpakkingen allemaal zo mooi. Zo groen en roze. Groen en roze zijn twee kleuren die ik persoonlijk nooit zou combineren. Maar als ik er zo naar kijk, dan vind ik het wel leuk. Oké, laat ik hem gewoon op mijn lippen doen. Ja, hij is wel wat ruw. Hij maakt mijn lippen ook een beetje roze, zoals je kunt zien. En dan pak ik een wattenschijfje en hiermee ga ik het echt zo goed scrubben. Ja, ik denk dat ik de lipscrub wel fijn vind. Ik ben altijd best wel moeilijk als het gaat om lipscrubs, want ze moeten wel echt goed ruw zijn. Maar dat is hier wel echt. En ik vind het ook fijn dat het in zo'n lipstick dingetje zit. Dan hoef je het er niet zo uit te halen met je vinger. Dan ga ik nou in met de lipbalm. Die is ook roze, maar iets lichter. Dit is een beetje een lichtroze kleur. En dan ga ik hiermee eroverheen. Oeh, deze ruikt naar iets. Ik weet niet naar wat, maar hij ruikt wel lekker. Mijn lippen voelen echt top aan. I like it. Ik had het niet echt verwacht, eerlijk gezegd. Maar I like it. Dit is echt een fijn duo. Ik wilde ze bijna niet eens bestellen, mensen. Ik heb het echt last minute nog besteld. Maar ik ben blij dat ik dat heb gedaan. I love it. Dan ga ik nou verder met iets voor mijn gezicht. Dit is de iHot Revolution X11 gezichtsprimer. Dit is dus een gezichtsprimer die breng je aan onder je make-up. En dan blijft je make-up de hele dag muurvast zitten. Tenminste, dat is de claim online. En het maakt je huid ook mooi egaal. Dit is de verpakking. Super cute deze verpakking. I love it, jongens. Echt, ik kan niet vaak genoeg herhalen hoe mooi ik de verpakkingen vind. En hoe leuk vooral. Oké, laten we hem proberen. Ik heb nog niks op mijn gezicht. Alleen maar dagcreme en mijn wenkies en that's it. By the way, één product dat ik ook niet heb besteld, maar wel graag wilde, was de highlighter. Alleen in alle drie de kleuren waren ze uitverkocht. Dus ja, helaas heb ik die niet kunnen bestellen, maar ik had het wel graag gewild. Oké, laat ik de primer aanbrengen. Er komt niks uit. Af en toe moet je echt een aantal keer drukken. Ja, hier is het. Oh, het is een beetje nude-wittig. Het ruikt echt naar niks. Het voelt heel dun aan, heel lichtgewicht. Oké, nou dit voelde echt top aan. Ik zie ook dat hij een hele kleine glans geeft. Er staat niet online dat hij een glans zou geven, maar dat is gewoon wat ik nou hier zie. En ik vind het heel fijn dat hij zo dun is en lichtgewicht aanvoelt. Af en toe zijn primers best wel aan de dikke kant en dat verzwaart dan een beetje mijn gezicht en dat vind ik niet zo fijn.
Maar dit voelt op zich wel goed aan. Ik laat even een beetje inwerken. Oké, ik weet pas echt wat ik van de primer vind als ik mijn make-up heb aangebracht. Het voelt ook een heel klein beetje plakkerig aan. Maar het voelt voor nu wel goed aan. Dus ik ga eventjes gewoon mijn gezichtsmake-up doen. En dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, jongens, daar ben ik weer. Ik heb mijn hele gezichtsmake-up gedaan zoals je kunt zien. Het bracht echt goed aan. De primer heeft mijn gezicht echt mooi egaal gemaakt. En de make-up ging er echt heel goed op. Dus ik ben best wel enthousiast over deze primer. Nu gaan we beginnen aan het leukste stuk van deze video. En dat zijn de ogen. En ik heb hier een paletje. Dit is het I Heart Revolution XL 90 Muggins Palette. Deze collectie heeft twee paletjes. Dit is het paletje dus die ik heb. En er is nog een ander soort van paletjesbox met vier paletjes erin, zeg maar. Maar mijn domme hoofd had helemaal überhaupt niet gezien dat er nog een paletje is. Ik had alleen maar dit ene paletje gezien. Dus vandaar dat ik hem heb besteld en die andere niet. Maar ja, ik had dus die andere gewoon niet gezien. Maar goed, dat maakt niet uit. Dit paletje ziet er super duper leuk uit. Weer echt een hele leuke verpakking zoals je kunt zien. Ik zal even het paletje eruit halen. En de verpakking van het paletje is precies identiek aan de buitenste verpakking. En dan binnenin zie je een hele mooie grote spiegel. En 25 matte en glanzende oogschaduw. Kleurtjes. Een aantal kleuren zijn pressed pigments en een aantal gewoon normale oogschaduwen. Jongens, kijk even dit dan. Kijk ook even deze spiegel en met hem zo hier. Ik vind het echt, dit is echt too much. Ik vind het zo een mooi paletje. Lekker kleurrijk. Jullie weten, ik hou van kleurrijk als het gaat om oogschaduw. Dit ziet er echt top uit. Heel erg mooi. Hier staan ook alle kleuren en hier staat ook op welke kleuren precies pressed pigments zijn. Zo'n pressed pigment kan een kleurtje achterlaten op je ogen, dus let daarmee op. Maar goed, dit ziet er allemaal echt super duper leuk uit. Het doet me denken aan snoepjes of zo. Maar dit is niet alles, want ik heb nog iets voor de ogen. Dit is de I Heart Revolution XL Eye Topper in de kleur New York City. Dit is dus een liquid oogschaduw. Het zijn er twee, zo twee in één. En je had hem in twee kleuren en ik ben gegaan voor goud. En dit doet me echt denken aan die van Huda Beauty. Daar lijkt hij echt heel erg op. Ik zal ze even allebei swatchen op mijn hand. Dan kun je een beetje het verschil zien. Ze zijn allebei goud. Maar toch allebei wel een klein beetje anders, zeg maar. Kijk, je ziet zo op mijn hand heel goed het verschil. Eentje heeft heel veel dekking. En de andere is meer een liquid glitter, zeg maar. Maar allebei heel erg mooi. Dus deze wil ik vandaag ook gaan gebruiken. Dus ik ga ze allebei combineren. Ik ben er echt super enthousiast over. Ik hoop echt dat ze goed gaan zijn. Oké, we gaan er vandaag weer een leuke, heftige look van maken. Maar ik ga eerst mijn ogen primen met deze Essence Eyeshadow Base. Dan ga ik beginnen met deze fel roze matte kleur hier beneden in de hoek. En die breng ik zo aan in mijn crease. Maar alleen maar van het begin tot aan het midden. Want hier ga ik een andere kleur weer doen. En dan druk ik het er gewoon zo in. Voor lekker veel pigment. Dan ga ik in met de groene matte kleur hier. En die breng ik zo ernaast aan. En ik maak een ronde vorm. Dan pak ik de iets lichtere roze matte kleur hier. En met die kleur ga ik die andere roze kleur een beetje uitblenden omhoog. En die groene kleur ga ik uitblenden gewoon met precies weer die kleur. Oké, nou dit ging op zich best wel goed. Ik had alleen wel gewild dat die groene kleur iets meer groen was. Ik vind het nou een beetje een blauwgroen. En ik had ook gewild dat die roze kleur iets feller roze was geweest. Dat zijn mijn enige twee opmerkingen. Dan ga ik nou deze twee matte kleuren ook aanbrengen op de onderste wimperrand. Oké, dan ga ik nu een halve cut crease maken. En dat ga ik doen met deze liquid oogschaduw. En ik pak de kleur hier, want die heeft de meeste dekking. En ik hoop dat het gewoon goed gaat lukken. Ik breng het gewoon eerst zo aan en dan blend ik het omhoog uit. Nou, dit ging echt top en echt heel snel. Kijk even dit. Het dekt ook gewoon heel goed. Wow, dit is beter dan dat ik had verwacht. Ik ben echt een beetje in shock. Deze liquid oogschaduw is echt top. Ik hoop dat hij wel gewoon goed blijft zitten en goed opdroogt. En niet allemaal ja, gaat klonteren en zo. Dat vind ik echt niks. Even een beetje laten opdrogen. En wat ik dan wil gaan doen, is dan pak ik deze andere kant, de iets meer glitterige kant. En daarmee ga ik er nog overheen. Maar ik wil het wel eerst heel droog hebben. Ja, deze andere kleur erbij heeft het toch net nog iets heftiger gemaakt. Zie je het verschil met hier en hier? Hier heb ik het nog niet gedaan. Dit geeft toch net iets meer glans en iets meer kleur. Dat vind ik wel mooi. Ik was bang dat dit het zou gaan verpesten, maar dat doet hij op zich niet. Dan ga ik weer in met deze matte kleur hier. En dan ga ik het hier een beetje inblenden met die liquid oogschaduw. Kijk even de glans van deze liquid oogschaduw, jongens. Zo mooi. Het is gewoon net folie of zo.
Zo raar dit, maar echt heel mooi. Dan pak ik deze witte glanzende kleur. En die wil ik hier in de binnenste hoek een klein beetje aanbrengen. Die roze matte kleur is nou wel echt een beetje ja, vervaagd. Die had echt wat meer pigment moeten hebben. Ik ben echt enthousiaster over de liquid oogschaduw dan de normale. Oké, nou dit ziet er op zich echt top uit. Dit is echt de look die ik in mijn hoofd had. I like it. Oké, ik heb mijn ooglook afgemaakt met een likje mascara en nep wimpers. De wimpers die ik op heb zijn van de Primark in de stijl 730. Nou, de ooglook is helemaal af. Nou, ga ik een extra stap doen. En ik ga dit paletje gebruiken ook als highlighter. Zo jammer dat die echt al was uitverkocht, maar oké, whatever. En ik denk dat ik de glanzende kleur hier beneden ga gebruiken als highlighter. Laten we kijken hoe dit zal gaan. Nou, dit gaat echt top. Heel mooi dit. Dit is echt een hele handige tip ook. Als je niks bij de hand hebt, alleen maar een paletje. Je kunt een oogschaduwpaletje echt gebruiken voor van alles. Je hoeft het niet alleen maar te gebruiken voor waarvoor het is bedoeld. Ik gebruik het ook heel vaak als highlighter, als bronzer, als er een mooie matte bruine kleur in zit, etc. Oké, ik moet wel zeggen, het is een klein beetje poederig. Het volgende product is voor de lippen. Dit is de I Heart Revolution X11 Candy Cane Lip Gloss in de kleur Best Coffee. Ook weer een hele mooie lip gloss. Hij is ook echt best wel groot. Wat ik wel minder vond is dat er maar twee kleuren zijn. Ik heb de lichte een beetje een bruinachtige kleur en de andere kleur was een beetje donker. Ik had heel graag een roze lip gloss gezien. Dat had echt perfect gestaan met de hele vibe van de collectie en met deze ooglook. Jongens, ik had een klein foutje gemaakt. Er zijn drie kleuren, niet twee. Boozy Shop verkoopt er slechts twee. Maar er is dus nog een andere kleur en die is wel een beetje rozeachtig. De kleur ziet er wel heel mooi bruin nude uit. Ik ga eventjes deze geweldige lipballen eraf halen. En dan breng ik de lipgloss gewoon zo direct aan. Hele aparte bruine kleur ook. Oké, hele aparte bruine kleur. Ik weet niet of dit een kleur is die mij zou staan. Misschien met een lippotloodje of zo. Ik had echt zo graag gewild dat die roze was. Dat was echt geweldig geweest met de look. Ik ga hem er even afhalen en dan combineren met een lippotloodje. Ik ga in met mijn Sweet Tea lippotloodje van Morphe. Die gebruik ik echt in elke video. Oké, ja, zo vind ik het al wel een stukje beter staan. Helaas past hij niet echt heel goed met de look. Het is een lipgloss, maar hij is niet echt heel glossachtig. Het is een beetje meer een cream formule, zeg maar, als je begrijpt wat ik bedoel. En dan als laatste de spray. Dit is de I Heart Revolution X11 Fixing Spray. Dit is dus een fixing spray en dat zou ervoor moeten zorgen dat je make-up extra lang goed blijft zitten en het mooi hydrateert, etc. Nou, laten we het gewoon aanbrengen. De verpakking ook weer super duper cute. I love it. Oeh, dit is mooi, zo goud. Kijk even dit hoe mooi, dat had ik niet verwacht. Oké, hij ruikt weer naar een bepaalde geur die ik niet echt kan omschrijven. Maar het is op zich wel gewoon een lekkere geur. De spray is ook gewoon fijn, niet te agressief. En er staat online dat je hem ook kunt aanbrengen voor je make-up. Maar ik persoonlijk doe het altijd alleen maar erna. Daarvoor breng ik altijd gewoon een primer aan. Oké, nou die voelde op zich wel goed aan. Nou jongens, dit is dan het eindresultaat. Wat vinden we ervan? Ik vind het echt heel leuk geworden. Ik moet zeggen, het is echt best wel een goede collectie. Het enige wat ik eigenlijk niet per se aanraad is het product waar ik het meest enthousiast over was van tevoren. En dat is dit paletje. Het is echt een prachtig paletje. 10 punten voor de verpakking en zo. Maar de kwaliteit is gewoon niet echt goed. Ik mis echt heel veel pigment. Ik vind het niet fel genoeg. En het zijn felle kleuren. En die moeten gewoon fel zijn. En het is ook best wel poederig. Dat viel me op met vooral de glanzende kleuren. De witte glanzende kleur hier binnen is best wel poederig. En die kleur voor de highlight ook. Dus ja, poederig, niet genoeg pigment. Ja, dan kan ik een paletje gewoon niet aanraden. Ondanks dat het wel echt prachtige kleuren zijn en het er heel mooi uitziet. De fixing spray vind ik fijn. Hij spreekt fijn en hij ruikt lekker. De primer vind ik ook echt heel erg fijn. Ik merkte echt op dat mijn make-up er gewoon goed op aanbracht. De gloss vind ik ook een goede gloss. Alleen de kleur, ja, ik vind de kleur persoonlijk niet zo heel mooi. Maar qua formule is hij wel goed. Dus als je de kleur mooi vindt, zou ik hem gewoon halen. De verrassing van vandaag is echt deze liquid oogschaduw. Kijk even hoe mooi het er nog op zit. Ik heb zo vaak gehad met van dit soort betaalbare liquid oogschaduwen dat ze helemaal gaan klonteren en eraf vallen. En dat is hier helemaal niet het geval. Dus deze vind ik echt heel mooi. Ja, en deze lip care set ook gewoon echt fantastisch.
precies. Heel erg fijn. Dus ik moet zeggen dat ik eigenlijk gewoon de hele collectie aanraad, behalve dit paletje. Laat me ook weten wat jij van de collectie vindt beneden in de reacties. Kom lekker kletsen met mij. En ook wat je van deze make-up look vindt. Ik vind hem echt heel apart, maar wel echt heel erg cute. Echt elfachtig. En zoals altijd hoop ik dat jullie weer hebben genoten van de video en ik jullie weer een beetje heb vermaakt vandaag. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!